Dit is Albrandswaard Actueel, het wekelijks nieuwsmagazine van Albrandswaard TV met Dick Roelsen. Stichting Opkikken verzorgt tijdens de langdurige behandelingen van een ziek kind in de leeftijd van 0 tot 17 jaar een fijne dag voor zijn of haar broertje of zusje en vader en moeder. Donderdag 6 mei deden ze dat voor Bram Mulder en Emma Vissers. Emma's zusje Lotte is ziek en Emma's grote wens is om te trouwen met haar vriend Bram. En dat gebeurde op de trouwlocatie bij uitstek, het kasteel van Roon. Hallo, ik ben Winnie. Ik ga jullie trouwen. Ik heb speciaal mijn ook mijn trouwjurk aan. Wat zie je er prachtig uit. Dag Lotte. Hallo. En jij bent ook al zo mooi. Daar komen ze dan, het jongste bruidspaar ooit. Op naar de trouwzaal op de eerste verdieping van het kasteel, dat samen met trouwambtenaar Winnie de Bruin van de gemeente Albrandswaard geheel belangeloos meewerkt aan het vervullen van deze wens door Stichting Opkikker. Nou, Bram, gaan zitten. Zo, en dan mag je je bruidsboeket zo hiervoor nog zo. Kan je ze goed een beetje aanschuiven? Klein beetje aanschuiven, zo. Wil jullie goed zien? Hartelijk welkom ons bruidspaar. En dat zijn vandaag Bram en Emma. Mag ik een applausje voor het bruidspaar? En jullie zitten allebei op school? Ja. Of wat was zit je? Wat voor groep zit je, Bram? Ik zit in de vogelsgroep. En jij, Emma? Groep 1. Groep 1. Ja, en dan gaan jullie trouwen. En dat betekent dat jullie eigenlijk zeggen, wij zijn echte vriendjes van elkaar. Dat gaan jullie officieel maken door elkaar het ja-woord te geven, heet dat. Want vandaag, op 6 mei van het jaar 2010, gaan trouwen Emma Vissers en Bram Cornelis Pieter Mulder. Maar we mogen hem Bram noemen, hè? Ja. En getuigen van dit huwelijk zijn Lotte Vissers, dat is het zusje van de bruid, en Noor Mulder, en dat is het zusje van de bruidegom. Nou, dan vraag ik ervoor. En dan moet jullie maar kijken of je antwoord geeft. Emma, wil jij vandaag trouwen met jouw vriendje Bram? En beloof je dan ook altijd lief te zijn voor hem? En leuke dingen te doen? Wat is dan jouw antwoord? Ja? Getuige heeft het gehoord, hè? Als dat geen echte liefde is. En natuurlijk zijn er de trouwringen. Die worden door Noor en Lotte naar het bruidspaar gebracht op een echt ringenkussen. Wil jij hier jouw naam zetten? Geweldig. Nu jij nog, Emma. En nadat de getuigen Noor en Lotte de akte getekend hebben, maakt trouwambtenaar Winnie door haar handtekening het huwelijk officieel. Laten we even kijken. Ja, wat staat op de huwelijk staan. Emma en Bram zijn getrouwd. Ook de bruidstaart ontbrak niet en werd door het bruidspaar samen aangesneden. Knallende champagnekurken maken het feest compleet. Dankzij Stichting Opkikker kon de grootste wens van Emma en Bram in vervulling gaan. Trouwen op het kasteel van Roon. Het was een opkikkerdag voor Emma en Bram om nooit te vergeten. Meer informatie over de Stichting Opkikker vindt u op www.opkikker.nl.